Zoek de vijf verschillen. Mieke, welkom bij ons. Goedemorgen. En Thomas Julian, ook welkom. Goedemorgen. Je hebt die plaat zelf meegebracht, want waar vind je die nog, denk ik? Wel, ik heb gezocht om, waar het eigenlijk vandaag een beetje om gaat, om de Engelbewaarder te vinden. En singeltjes heb ik niet teruggevonden. Alleen op het album, wat we toen hebben gemaakt, heb ik hem teruggevonden als dit. Moet zo ergens in 1977 geweest zijn, denk ik. Amai. Toen was ik nog heel klein en jij was er nog niet. Nee, maar toch heb je datzelfde liedje uit. Waarom dat nummer? Wel, dat komt eigenlijk heel bizar. In november werd ik opgebeld door een vriend van mij. En die zei van, oh, heb je dat nummer van Mieke al gehoord? Engelbewaarder. En ik dacht van, oh ja, tof nummer, mooi melodie. En dan in januari kreeg ik plots twee mailtjes van fans van mij van, Thomas, heb jij dat nummer Engelbewaarder al gehoord? Dat zou iets voor jou zijn misschien, voor op je optredens. En ik dacht van, oh, dat was de eerste keer dat ik mails kreeg van mensen die me echt een nummer gaan aanbevelen. En in februari was eigenlijk echt doorslaggevend, want dan belde Luc Steno mij op en die zei van, ja, Thomas, Engelbewaarder, dat is een nummer voor jou. En als je dat opneemt, gaan we samen naar de studio en gaan we dat opnemen. En zo en we hebben het geschieden. Opgenomen. Ja, ja. Okay. Moet wel mooi zijn voor jou om te zien dat dat liedje in je leven begint te leiden. Jawel, het is, eigenlijk is het heel raar. Het liedje is, we hebben hem denk ik uitgebracht in, ik was amper 19, 18 denk ik nog, 18 jaar. En het is eigenlijk nooit echt single geweest. Of er is wel ergens iets geweest, maar nooit echt. Het is niet een liedje wat toen hitparades heeft gehaald. Maar het is wel een liedje wat in het noorden en het oosten van Nederland, als we daar optredens deden, dan was altijd Engelbewaarder. En mensen hebben dat liedje meegeschreeuwd, van de eerste tot de laatste noot. Maar echt complete refreintje, dat je denkt, hoe is dat mogelijk? Echt jeugd ook. Mm-hmm. Dus daar heeft altijd iets rond die Engelbewaarder, heeft altijd iets geleefd. En een jaar of 10 geleden hebben die jongens van mijn platenmaatschappij, Jan en Bo, waar we een nieuw album aan het maken zijn, we gaan die daar terug opzetten. We gaan dat nog eens opnieuw opnemen, want dat is toch wel eigenlijk heel veel vraag naar. Dus dat hebben we dan nog eens gedaan, we zijn gewoon op een album gebleven. Dus een liedje, wat altijd wel in Nederland, wat mensen graag hadden. En ik vind het fijn wat er nu gebeurt in Nederland en hier in België. Thomas, het krijgt heel veel aandacht en ik gun jullie dat van harte. Ja, dankjewel. Ik merk het ook op mijn optredens bijvoorbeeld, dat dit lied echt leeft. Ja. De mensen kennen de tekst van de eerste letter tot het laatste, ook de strofes. De mensen kennen dit nummer, dat is echt ongelooflijk. Het is een verhaal, hè, Thomas? Ja, inderdaad. Weet je waar het verhaal over gaat? Maar dat zou ik heel graag horen, Mieke, want dat is wel heel straf, dat verhaal. Ja. Dat gaan we zo meteen jou laten vertellen. Okay. Maar eerst muziek. Nog niet zo lang geleden bracht Mieke deze plaat uit. Ergens binnen de jaren 70, zo tussen dromen en ontwaken. Mooie titel, met daarop het liedje Mijn Engelbewaarder, dat Thomas Julian ook heeft uitgebracht in een vlotte versie. Keer eens terug naar die periode, want dat nummer schreef Pierre Cartner niet zomaar. Ja, nee. Wij waren bezig aan dit album, zo tussen dromen en ontwaken. Dat was ergens in het voorjaar, in de zomer, dat we liedjes aan het verzamelen waren en dat we aan het opnemen waren. Dan heb ik weet niet wanneer precies, ik een heel zwaar auto-ongeluk heb gekregen in die periode dat we met die productie bezig waren. En dat was eigenlijk wel heel zwaar auto-ongeluk. Ik kwam van een repetitie in Genk, met een orkest wat ik de hele avond gerepeteerd had. En ik kwam terugrijden en ik weet nog dat ik op de snelweg, dat is heel raar, ik had nooit mijn auto horen laan. En ik keek zo naar een camionchauffeur naast mij. En op een of andere manier heb ik die riem aangedaan, die ik nooit aandeed. En dan ben ik in geel de snelweg afgegaan richting Reti, Arendonk, waar ik toen woonde met mijn ouders. En tussen geel en Reti ben ik in slaap gevallen en op een boom terechtgekomen, een paar keer over kop gegaan. Dus het was echt een heel zwaar auto-ongeluk. Er zijn foto's van die auto, maar ik heb die niet meegebracht. Alleen waar ik zat was nog heel. Voor de rest zat er geen stoel meer in die auto. Die was dus echt volledig weg. Dan was ik justjes geen 19 jaar, denk ik. En we waren met dat album bezig. Dus Pierre kwam dan. Ik had ribben gekneusd, hersenschudding, ongemakken. Dus Pierre kwam dan bij ons thuis verder aan het album repeteren. En hij was aan het schrijven. En toen heeft hij voor mij de Engelbewaarder geschreven. De enige echte. Dus dat is het verhaal van de Engelbewaarder. Dus dat is echt wel voor mij wel, Pierre heeft dus gewoon eigenlijk op mijn lijf geschreven. Dus dan,
Ja, maar toch een emotioneel nummer ook om het te brengen. Alles komt terug naar boven. En ongetwijfeld brengt het ook herinneringen naar boven bij het publiek. Ja, absoluut. Ja, ja, als je het hoort. En ook, goh, ik ben het 10 jaar geleden toen we het opnieuw hebben opgenomen. Ik blijf het ook zingen. En ja, toch wel. En vooral, ja, met wat voorbij. Ja, we zijn Pierre verloren natuurlijk. Gaat dat echt mijn knipoog naar boven, Pierre. Van, dankjewel, weet je wel. Dan blijft een dankjewel, hè, voor dat liedje. Want dat is, ja... En meerdere nummers van hem natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Thomas, wat heb jij met het liedje gedaan? Het is een totaal andere versie. Hè? Ja, we hebben er eigenlijk een heel vlotte versie van gemaakt. Als we in de studio doken, wisten wij ook eigenlijk niet dat daar zo een emotioneel verhaal aan vastging. En ik geloof dat iedereen sowieso ook een engelbewaarder heeft. En ja, ik vond ook dat dat nummer zeker ook bij mij paste. Maar natuurlijk, ja, ik maak graag ambiance op mijn optredens. Dus hebben we daar een heel uptempo en heel vlotte versie van gemaakt. Ja, ik wil meer weten over jouw engelbewaarder. Wie is het? Wat is het? Wel, ja, je bent eigenlijk... Ja, ik ben zelf een gelovig mens eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik ben zelf ook heel gelovig opgevoed geweest. Dus... Ja, met mijn akkoorden heb ik al heel veel gedaan eigenlijk. Heel veel in de kerk gespeeld trouwens. Dus de titel voor mij betekende ook heel erg veel. Ja, ik heb zoiets van, wie is mijn engelbewaarder? Ik weet niet wie toen mijn engelbewaarder is geweest, maar dat ik er één heb, daar ben ik zeker van. Dat is eentje die al heel dikwijls de hand boven mij heeft gehouden. Want ik heb wat dat betreft, als je 100.000 kilometer per jaar doet, dan heb je veel meer kans als iemand die de 2000 doet om wat ongelukken te hebben. Dus die heb ik echt al gehad. Dus ja, niet alleen op dat gebied, maar ik heb zeker een engelbewaarder. En ik denk nu dat mijn engelbewaarder, ik denk dat ik er veel heb. Ik heb mijn ouders... Ik heb mijn man, Hugo, die overleden is. En ik denk dat Pierre nu ook echt wel mij een beetje in de gaten houdt. Dus dat zijn mijn engelbewaarders. Dat zijn de echte. Ja. Ja. Hebben jullie geluksbrengers, fysieke geluksbrengers? Iets wat bijvoorbeeld... ik weet bijvoorbeeld van Lisa Delbo, als zij iets inzingt, dan heeft ze een soort een heilige figuur mee in de studio. En die legt ze... klaar bij haar tekst om dan zo goed mogelijk in te zingen. Dat is iets wat haar helpt. Dat heb ik niet. Wat ik wel heb, ik heb zo'n heel klein stom lichtblauw mappeke, fotomapje. Daar zitten foto's in van mijn ouders vooral. En van mijn man en van mijn kind. En van Mark en van mensen die ik graag zie. En dat kijk ik heel vaak wel eens. Ja. Zo tussen optredens door, dan doe ik dat wel eens open. En mijn ouders vooral. Ja, dat is iets wat ik altijd bij me... Ik heb het nu ook bij me. Altijd. Zit altijd in mijn beautycase. Dat is zoiets van, ik vertrek ook niet op reis zonder dat mapje. Ja, dat is een geluksbrenger, hè? Ja. Ja. Heb jij dat? Ik heb niet echt iets fysiek, maar... Voor een optreden denk ik altijd van, help mij dat alles goed mag verlopen. En dat geeft ook een of andere rust, dat het optreden goed mag verlopen. Ja. Mm-hmm. Oké, we gaan kijken naar een paar clips. Daarna praten we met veel plezier verder met Mieke en Thomas Julian. Mieke en Thomas Julian zijn mijn eerste gasten. Wat hebben zij gemeen met elkaar? Een lied, Mijn Engelbewaarder, ooit geschreven door Pierre Kartner voor Mieke na een verkeersongeval. Ja. En nu is er dus een feesteditie. Wat vind je er zelf van? Ja, toen ik het in het begin hoorde, moest ik wel heel even denken van wat hebben ze nu met mijn engelbewaarder gedaan? Zoveel van, weet je wat. Maar oké, ik merk dat de mensen, dat het publiek blijkbaar... zijn ze niet echt bezig met die tekst en zweeft het overal doorheen en is het gewoon heel populair in zowel in Nederland als in België. Gaat het ook worden van jou, denk ik. Ja. Dus ik gun jullie dat heel erg. Ja, iedereen kent het lied. Hè? Iedereen zingt het gewoon mee. Het is ook een super melodie. Hè? Ja. Dus, en een tijd geleden was je hier bij ons en vertelde je over je spoedcursus Duits in de Ardennen met één doel: Duitsland veroveren. Hoe ver staat het daarmee? Wel, ik ben gigantisch veel in Duitsland onderweg. Ik ben terechtgekomen in Düsseldorf en in Berlijn en in Stuttgart bij schrijversgroepen die eigenlijk echt ook schrijven voor grote Duitse artiesten. En deze maand ben ik ook in Mallorca voor 2 weken om eigenlijk echt te gaan schrijven voor grote namen. Wij duiken met een heel Duits team naar Mallorca in een studio om eigenlijk voor heel wat Duitse artiesten te gaan schrijven. En dan ga je allemaal zo de ideeën samenleggen en daar komen songs van. Ja, dat is probeer het mij voor te stellen. Ja, dat is eigenlijk heel spontaan. Iedereen speelt wel een instrument. De ene speelt piano, de ander speelt gitaar. Ik speel ook piano, ik speel vooral accordeon. Mijn accordeon ook de vlieger mee natuurlijk. En daar ontstaat dat eigenlijk. We komen ook heel goed met elkaar overweg. Wij zijn allemaal goede vrienden eigenlijk geworden. Dus dat gaat eigenlijk heel spontaan. Wij beginnen met zo akkoorden te spelen. En er is nooit een plan. Maar
op het einde kom je altijd met een mooi resultaat. Dus ja, heel uniek, denk ik. Ja, wat ook uniek was voor jou, dat was op het grote podium staan van het Schlagerfestival in Hasselt, aan de zijde van Luc Steno. Ja. Hoe voelde dat? Dat was zeker een, ja, zeker een droom die werkelijkheid geworden is. Dat was zeker iets die op mijn bucketlist stond. Een paar jaar geleden was ik even gaan kijken naar het Schlagerfestival. En toen dacht ik echt van, wow, als ik hier ooit eens zou mogen kunnen staan, dat zou, ja, voor mij fenomenaal zijn. En ja, in februari, Luc Steno, die zei ook tegen mij van, hey, hij speelde accordeon. Dat zou wel tof zijn, moest jij dit live kunnen meespelen met de liveband. En dat hebben we dan ook ja, gedaan. En dat was fenomenaal. Dat was hij speelde accordeon. Ja, daar heb ik zeker gedacht aan mijn engelbewaarder. Ja, tof, heel tof. Ja. Succes met het kamp op Mallorca. Ja, en dan in juni, dat is ook niet zo ver vandaan. Nee. Een tentoonstelling, Mieke, zowaar. Dan ga jij jou... Schilderijen tentoonstellen. Schilderijtjes, ja. Ik ben daar, misschien weet jullie nog, mee begonnen in de tijd dat Mark in het ziekenhuis lag, in de coronatijd, dat we niet mochten optreden. Mm-hmm. Omdat ik heel veel tijd was, ik elke avond alleen thuis, ben ik beginnen schilderen. Ondertussen heb ik echt heel veel gemaakt. En we hebben vorig jaar een tentoonstelling gedaan, wat heel succesvol was. Dus dit is de tweede. En ja, ik kijk er echt naar uit. Ik ben dus volle bak nog, echt heel veel aan het maken nog. En ja, fijn. Luc in Herselt. En je bent daar dan ook van 10 juni tot 18 juni? Ja, twee dagen. Hè? Het is twee dagen. Ik dacht dat het een hele periode was. Het is 14 dagen of zo, 10 dagen tentoonstelling. Ja. Waarvan de eerste twee dagen. En iedereen is welkom die graag langskomt. Nu zeker 10 en 11 juni, kijken. Dan ben jij daar in de namiddag. Dan ben ik daar en we bieden een glaasje en een hapje aan. Dus ik zou zeggen, kom maar langs. Ah, super, daar kom ik heel graag even langs. Ja, oké. Okay. VTC, de mix in Herselt. Daar moeten we zijn op 10 en 11 juni. Maar de tentoonstelling is er nog tot 18 juni. Ja. Mieke, Thomas, bedankt voor de komst. En nog een mooie zondag. Dankjewel, Herbert. Dankjewel.